Afgelopen maandag een belangrijke wedstrijd voor Jong Heerenveen. Bij winst zijn de beloften kampioen. Maar ook bij een gelijkspel is het kampioenschap op doelsaldo eigenlijk alle zekerheid. En dat moet gebeuren in Rotterdam tegen Jong Excelsior. Heerenveen vandaag met onder andere hier Henk Veerman in de spits. En dan maakt Heerenveen het zich in de beginfase van de wedstrijd gelijk erg moeilijk. Met hier Anouar Hadouir. Zet die bal voor en daar is Kevin Vermeulen. Wordt compleet vrijgelaten door de defensie van Heerenveen. Zo kan hij Excelsior heel gemakkelijk op 1-0 koppen. En Heerenveen is dan enigszins de weg kwijt. Je moet Amova aan de noodrem trekken. Krijgt daarvoor een gele kaart. En een vrije trap voor Excelsior. Wordt genomen en gelijk 2-0. Nog geen 10 minuten gespeeld en Heerenveen staat al op een 2-0 achterstand. Er vallen maar liefst 3 mensen om. Ronde 2 van Heerenveen in het strafschopgebied. Het spel mag door. En dan is het Jurgen Matthij die overblijft. En daardoor heel gemakkelijk Excelsior op 2-0 kopt. En zo lijkt het een hele lastige avond voor Heerenveen te gaan worden. Maar de wedstrijd is nog zeker niet gespeeld. Hier Nicolai Nes. Maar hij stuit recht op de keeper. Amova op Sanchez. Goeie bal op Veerman. Schiet hard in, maar ook hij krijgt de bal er niet in. En zo groeit Heerenveen in de wedstrijd. Maar krijgt er ook Excelsior nog wel kansen op de 3-0. Hier weer Hadouir. Zet die bal voor. En goede redding van de Steen. En is daarna ook boos op zijn defensie. Die de ballen niet goed wegwerken. We hebben dan bijna 40 minuten gespeeld. Zie je Doken Smit. Mooie bal op Veerman. 2 man om zich heen. Weet zich eruit te redden. Zet die bal voor Rojas. En daar is de aansluitingstreffer. Goeie paas van Doken Smit. Henk Veerman heel beheerst. Weet dat 2 man te omzeilen. En Marco Rojas hoeft alleen die bal nog maar binnen te tikken. En die brengt de stand op 2-1. We gaan dan door naar de tweede helft, waarin Heerenveen verder jaagt op de gelijkmaker. Mooie bal op Rojas. Maar Christensen van Excelsior verkleint goed zijn doel. En later een uitbraak Excelsior. Maar veel defensie van Heerenveen achterin. Maar dan Doken Smit. Krijgt die bal onhandig tegen zich aan. Maar goede redding Wouter van der Steen. Hoekschop Heerenveen. Mihailovic. Henk Veerman met de kopbal. En bijna Joshua Sanchez. Hij raakt die bal niet lekker. Er volgt er weer een hoekschop. Doorgekopt door Smit. En Hornkamp. Maar hij schiet de bal ver over. En dan hangt er toch een doelpunt van Heerenveen in de lucht. En die gaat dan ook komen. Die Veerman. Geeft die bal af aan Hornkamp. En die schiet die bal heel prima voorbij Christensen. Zo staat Heerenveen op 2-2. En met deze eindstand is het officieus kampioen. Want in dit geval kan alleen op doelsaldo Cambuur Heerenveen nog voorbij. Maar dat is bijna onmogelijk. Omdat Heerenveen 10 doelpunten in het voordeel heeft. Maar bij winst is het kampioenschap helemaal zeker. En daar gaan de Friesen dan ook voor. Hier weer een mooie bal op Hornkamp. De 3-2. Nee, Mihailovic schiet die bal hoog over. Een leeg doel en een levensgrote kans. Hij krijgt de bal er niet in. Even later nog Joshua Sanchez. Een moeilijk schot. Goed geprobeerd. Maar de bal vliegt over. En ondanks dat Heerenveen de meeste kansen krijgt in de tweede helft, is Excelsior de effectiefste. Hier Levi Garcia loopt zo door de defensie heen. En maakt het heel koelbloedig af. Mooie actie van Levi Garcia. Zo staat Heerenveen in plaats van op voorsprong op achterstand. En het is een harde tik voor de ploeg. Want daarna krijgt zelfs Excelsior de grootste kans op de 4-2. Weer diezelfde Garcia. Wouter van der Steen voorkomt de 4-2. Heerenveen probeert het nog eenmaal. Mihailovic naar Rojas. Maar uitverdedigd door Jurgen Matthij. En is het einde wedstrijd. En moet Heerenveen sowieso nog 2 weken wachten om het kampioenschap binnen te slepen. Want dan moet het gewonnen worden van RKC Waalwijk. Je wil winnen en ik vind ook dat we moeten winnen. Ook al had ik zelfs ook gewoon een mooi ploegje. He, dus er waren beide veel spelers van het eerste erbij. Dus het is ook niet dat het een makje zou worden. Maar goed, wij vechten ergens voor. En zij zijn eigenlijk uitgevoetbald. Nou, ik vond dat je dat ook wel kon zien in de tweede helft, dat we echt doorkwamen. En ik baal gewoon enorm dat we,
dat we die 3-2 zomaar weggeven. Hè. Dat eigenlijk het hele momentum was voor ons. Dat er echt aan te komen dat we gingen scoren. En we hadden nog genoeg tijd om te scoren. En wat ik zeg, het punt was in wat dat betreft ook al heel goed. Maar je wilde het winnend en dan geven we die 3-2 weg. Dus dat was een enorme knauw richting ons zelfvertrouwen. Richting onze uitstraling die we hadden in het laatste gedeelte. Nou, en ik vond dat we met name het laatste gedeelte niet goed hebben ingevuld. Daar was ik weer teleurgesteld over dat we niet echt nog echt grote kansen gecreëerd hebben om een 3-3 te maken.